Er komt een einde aan de onbewaakte spoorwegovergang in Wijster. Na een slepend conflict is besloten de passage te sluiten. Dit is de meest optimale oplossing die voor alle partijen gewoon het allerbeste is. Gaswinningsput bij Assen leeggepompt voor definitieve goedkeuring. Vervolgonderzoek nodig naar bodemdaling in Zuidoost-Drenthe. En het weer met Robert. We hebben een drak programma voor je aanbieding, dus ik hold kort. Het weer was goed. Tot zo gelies. Naar het Nijs. Goedenavond. De onbewaakte overweg in Wijster, waar 8 treinen per uur met een snelheid van 140 km voorbij razen, gaat dicht. Burgemeester Mieke Damsma heeft in alle stilte bemiddeld in het al jaren vastzittende conflict tussen spoorbeheerder ProRail en de gebruiker van de overweg, Jan Huisjes. Al 15 jaar praatte Jan Huisjes en ProRail over het opheffen van deze overweg bij zijn woonhuis en hooihandel. Waarom is het onder leiding van de burgemeester nu wel gelukt? Bij iedere onbeveiligde overgang zit een verhaal. En daar moet je naar luisteren. En als je dat met elkaar kunt doen, dan komen er oplossingen. En een van de dingen wat belangrijk was, is dat op een gegeven moment een geschikt pand voor meneer Huisjes te koop stond, waardoor dat voor hem een mogelijkheid was om uiteindelijk daar te gaan wonen, het bedrijf voor te zetten. En dat was eigenlijk wel de sleutel om te zorgen dat we met elkaar gingen proberen en hoe komen we daar dan uiteindelijk. En het plan is dat uiteindelijk hij zo snel als kan gaat verhuizen. En dan worden zijn panden gesloopt. Dat betekent dus dat uiteindelijk deze definitief helemaal dicht gaat. Huisjes wil niet voor onze camera reageren, maar laat via burgemeester Mieke Damsma weten blij te zijn met de oplossing. Huisjes heeft het huis zelf gevonden. Klopt. Maar als u niet geïnvesteerd had in die gesprekken, was de oplossing er dan nu geweest? Nee, die was er niet geweest. Nou, ik wil mezelf daar niet zoveel eer aan toebedelen, maar een van de dingen is wel dat we enorm geïnvesteerd hebben, zelf ook om te zorgen dat de partijen bij elkaar kwamen en dat we ook bij elkaar bleven. Triest genoeg kwam de vrouw van Huisjes begin dit jaar om het leven op de overweg. Het is een mooi, maar broos behaald resultaat. En daarom wil ProRail ook niet voor de camera reageren, uit angst dat ze misschien weer ergens olie op het vuur gooien. En luisteren naar elkaar, begrip voor elkaar tonen en zorgen dat we gezamenlijk tot een oplossing komen waar iedereen zegt van, en dit is de beste. En als deze overweg eind oktober dicht is, zijn er nog 12 onbewaakte overwegen te gaan in Drenthe. Gaswinningsput Vries 10 bij de Asserwijk Marsdijk is al leeg voordat de goedkeuringsprocedure definitief is afgerond. Terwijl het verzet groeide, bleef de NAM gewoon doorpompen. Dat blijkt uit een reconstructie van RTV Drenthe, RTV Noord, het platform Authentieke Journalistiek en Follow the Money, naar aanleiding van de Shell Papers. Dit is gaswinningsput Vries 10, die richting de Asserwijk Marsdijk is geboord. De NAM pompt deze put al leeg voordat het ministerie van Economische Zaken in 2018 officieel een klap geeft op het vernieuwde winningsplan Westerveld, waar deze put onderdeel van uitmaakt. RTV Drenthe, RTV Noord, Platform Authentieke Journalistiek en Follow the Money, die hebben gezamenlijk meer dan 2500 documenten onderzocht. Assen heeft die documenten als eerste vrijgegeven naar aanleiding van een groot WOP-verzoek, de zogeheten Shell Papers. Nou, en uit die stukken daar komt een beeld naar voren dat er grote ergernis is bij Assen over het handelen van de NAM bij het opstarten van deze put. Wat Assen het meeste stoort is dat de NAM toch gas gaat produceren uit Vries 10, terwijl het bedrijf eerder had beloofd te wachten met gaswinning voordat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het overkoepelende winningsplan Westerveld. Een ambtenaar schrijft hierover aan een collega op het gemeentehuis. Het is trekken aan een dood paard. Geen begrip, geen sensitiviteit. Alleen maar arrogantie. 10 op de schaal van Richter. De put levert de NAM begin 2017 een motie van treurnis op, ingediend door de PvdA. Toch om een statement te maken van zo gaan we niet met elkaar om. Er zijn toezeggingen gedaan, er zijn beloftes gedaan. Wij hebben ons ontzettend ingespannen samen met inwoners en met de andere gemeenten om een advies uit te brengen over het winningsplan. Er staat ook in de wet trouwens dat er echt burgerparticipatie moet zijn in deze zaak. En daar hebben ze zich gewoon niet aan gehouden. Nou, zo ga je niet met elkaar om. Assen is ook niet te spreken over de communicatie met de NAM. Meerdere meelezers van de Shell Papers die wijzen ons op de stekelige correspondentie tussen beiden. De NAM kiest er structureel voor om communicatie zo klein mogelijk te houden. Laat er alsjeblieft vooral niet te veel mensen op afkomen. Dat is de wens die leidend is.
Ik zou het als punt van kritiek inbrengen bij het bestuurlijk overleg. Gerrit Eerland woont in Marsdijk. En hij vindt een informatiebijeenkomst in januari 2017 zo amateuristisch geregeld dat het reden is voor hem een actiegroep op te richten. Na de hand bleek in de Dissel op de dag van de voorleggingsbijeenkomst, een van de voorleggingsbijeenkomsten, dat een aantal mensen geen uitnodiging had gehad. En die waren dus gewoon maar op de bijeenkomst afgekomen. Die werden geweigerd, uit de zaal weggehouden. Degenen die dus wel hadden aangemeld, moesten dus afgevinkt worden op een lijst. Dus het was dat bijna Oost-Europees deed het aan. Ik fietste naar huis terug. Ik denk, dit kan niet. Ik moet hier iets tegen doen. De actiegroep stapt naar de rechter in een poging de gaswinning tegen te houden. Die procedure loopt nog steeds. De minister van Economische Zaken geeft in november 2018 goedkeuring aan het vernieuwde winningsplan. En een maand later stopt de gaswinning. Want deze put is dan al leeg. Wat begon als crowdfunding voor hemzelf is voor MS-patiënt Jasper Zets uit Emmen uitgemond in een missie. Hij gaat in november naar Rusland voor een stamcelbehandeling. Een behandeling die in Nederland niet wordt aangeboden. En dat moet volgens hem en andere MS-patiënten heel snel veranderen. In 2013 lacht het leven Jasper toe, maar ineens krijgt hij allerlei vage klachten. Na verschillende onderzoeken volgt de diagnose, multiple sclerose, oftewel MS. Die eerste jaren gaan nog wel, maar na een auto-ongeluk in 2019 gaat het hard met de aftakeling. Zijn klachten worden steeds erger. Wat ik de hele dag heb is het verstoorde zicht, het verstoorde evenwicht, het gebrekkige geheugen. Altijd vermoeid. Ik denk dat vermoeidheid niet eens het goede woord, de uitputting. Uitgeput zijn, echt uitgeput. Hij krijgt medicijnen, maar van de bijwerkingen heeft de MNR meer last dan van de MS zelf. Op internet stuit hij op een stamcelbehandeling. Alleen wordt die in Nederland niet gegeven, omdat volgens de verzekering en de specialisten de effectiviteit van de behandeling nog niet bewezen is. En dus hakt hij na lang nadenken samen met zijn familie de knoop door en wil naar Rusland voor de stamcelbehandeling. Omdat de uitspraken, we vinden het nog niet veilig genoeg, vooral komt van de neurologen en de verzekeringen, de verzekeraars. Maar als ik dan ga kijken naar de klinieken en ik haal de informatie vandaan over de wereld, dan zijn de resultaten over het algemeen heel positief en effectief. En het is ook niet een behandeling die in de kinderschoenen staat. Het wordt in Moskou, waar ik heen ga, al 30 jaar uitgevoerd. Via internet leest Jasper het verhaal van Sarah Kingma, ook uit Emmen. In oktober 2019 vertrekt zij naar Rusland voor een stamcelbehandeling. Die behandeling is loeizwaar en ze wordt er doodziek van. Maar het werpt zijn vruchten af. Anderhalf jaar later is de ziekte niet alleen tot stilstand gebracht. Sarah is ook enorm vooruit gegaan. Eigenlijk kan ze alles weer. Toen ze haar artsen vertelde dat ze naar Rusland wilde, werd ze voor gek verklaard. Toch stapte ze op dat vliegtuig. Ja, je bent 33 jaar en je leven ziet eruit als iemand die heel oud en helemaal klaar is met het leven. Ja, en dat was ik niet. Niet in mijn hoofd, misschien wel in mijn benen, maar niet in mijn hoofd. Dus weet je wat ik eerder ook zei? Het was of een euthanasieverklaring of alle hens aan dek. En nu is het alles behalve een gesloten boek. Ze staat op de barricades. Achteroverleunen en denken, ik voel me goed, wat kan mij het schelen, is niet aan haar besteed. Ik ben heel erg betrokken met mijn doelgroep. En daarmee bedoel ik de MS-patiënten van Nederland. Ik ben nu zo uit deze strijd gekomen. Ja, dan vind ik het eigenlijk niets meer dan normaal dat ik alle hens aan dek zet om hun ook te helpen. Eén voor alle voor één. En niet alleen Sarah, ook Jasper probeert nu om de stamcelbehandeling in Nederland op de kaart te krijgen. Maar op 23 november vliegt hij eerst naar Moskou, waar hij een dag later aan de behandeling begint. De 70.000 euro die hij daarvoor nodig heeft, probeert hij met crowdfunding bij elkaar te krijgen. Het onderzoek naar de bodemdaling in Nieuw-Amsterdam en omstreken roept veel vragen op bij inwoners. Vanochtend werden de resultaten gepresenteerd door de gemeente Emmen. Zo blijkt dat de bodemdaling meerdere oorzaken heeft en dat nader onderzoek nodig is. Momenteel gaat het snel met de verzakking. En zoals je ziet, een zitje, ja. Die was 2 jaar geleden dezelfde hoogte als mijn veranda. En zoveel is die gezakt. Al een aantal keren heeft hij zijn tuin moeten ophogen. Ja, daar baal ik wel van, ja. Van Rijn is niet de enige met een verzakte tuin of zelfs woning.
Zo'n 100 meldingen van verzakking en scheuren kwamen de afgelopen anderhalf jaar binnen bij de gemeente Emmen. Een reden om een onderzoek op te tuigen. Enerzijds is het grote droogte geweest, waardoor met name de topveenlaag is gaan oxideren. Veen is een materiaal bestaande uit plantenresten. En als het droog komt te staan of niet genoeg water krijgt, ja, dan zal het langzamerhand verdwijnen. Daarnaast zien we dat ook de diepere samendrukbare lagen zoals klei en veen, dat die ook zijn gaan bewegen. En dat kan het geval worden veroorzaakt door bijvoorbeeld lage grondwaterstanden. Al dan niet veroorzaakt door onttrekkingen of natuurlijke droogte. Er is vervolgonderzoek nodig naar de grondwaterstand en wat daaraan moet gebeuren. Dat gaat Waterschap Vechtstromen doen. De gemeente Emmen richt samen met de provincie een servicepunt op. Als woningeigenaar ben je primair zelf verantwoordelijk voor je woning. Maar er ligt voor ons natuurlijk wel een taak om mensen te begeleiden, om informatie te verstrekken, om te zorgen dat er een portaal komt waar mensen terecht kunnen met vragen. De meeste bewoners willen pas voor de camera reageren als zij het hele onderzoeksrapport hebben gelezen. Van Rijn is sceptisch en vindt het tegenvallen. Dus eigenlijk had u liever hardere aanbevelingen gehad? Ja, ja. FC Emmen speelt vanavond in eigen stadion tegen NAC Breda. Het is de eerste wedstrijd voor de Drentse club in de play-offs. En op de Oude Meerdijk staat verslaggever Niels Dijkhuizen al te trappelen. Ja, Niels, is de spanning daar voelbaar of is het nog heel rustig? Nee, het is nog echt heel rustig. Je zit achter mij. Er is nog niemand. Ik heb zojuist wel de trainer van FCM zien binnenkomen. Dick Lukien, maar de supporters. En die verwacht ik in grote getalen ook zo meteen weer. Voorafgaand naar de wedstrijd. Die moeten nog komen. Maar goed, ze hebben nog even. Want de wedstrijd begint pas om 9 uur. Vanavond dus tegen NAC Breda. Wat moet FCM doen om in de Eredivisie te blijven? Nou, heel simpel. Winnen. En dan niet alleen vanavond, maar ook aanstaande zondag. Want dan wacht de grote finale voor een plek in de Eredivisie. En dat wordt dan gespeeld hier opnieuw in dit stadion. Tegen de winnaar van een andere wedstrijd die vanavond wordt gespeeld. Tussen NEC en Roda JC. Dus eerst winnen vanavond en dan zondag ook nog eens een keer. Dus je moet twee keer winnen. Is het team er klaar voor? Ja, ik heb gisteren de laatste training gezien. En ik kan niet anders concluderen dat het team er klaar voor is. Iedereen is ook fit. Ook Jari Vlak, die de laatste weken wat blessure leed, kende, aan zijn enkel geblesseerd raakte. Maar die heeft met een wondermiddel het toch gered. Hij speelt vanavond. Ja, en iedereen is er klaar voor. Ze willen eigenlijk hetzelfde presteren wat ze exact 3 jaar geleden deden. Toen promoveerden ze op deze dag naar de Eredivisie. En nu willen ze in ieder geval niet degraderen, maar de finale halen van aanstaande zondag. Ja, nu mogen er weer supporters in het stadion komen. Dat is belangrijk, hè, voor de spelers. Ja, absoluut. Een paar weken geleden hebben we een wedstrijd gehad met wat publiek. Toen waren er ongeveer 1000. Nou, vanavond komen daar ongeveer 200 bij. In totaal mogen er 1200 mensen naar binnen. Ja, en die zijn er ongetwijfeld, dat weet ik wel zeker. En ik denk dat het om het stadion heen, zoals nu dit lege stadionplein, ook tijdens de wedstrijd echt een rammetje vol zit. En de mensen die thuis blijven, die moeten gewoon naar Radio Drenthe luisteren trouwens. Want we zijn vanaf 8:30 live te beluisteren met de wedstrijd tussen Emmen en NAC. Niels, dankjewel. Veel plezier vanavond. Zo, dat was een volle neusuitzending. Dus ik zal je niet met te veel informatie lastigvallen. Het was vandaag een hartstikke schiere dag. Vanavond blieft het bewolkt. En met dat tiet kan een klein buigie vallen. Onder dat wolkendek koelt het niet heel erg af. Graad of 10. Morgen wordt het een graad warmer als vandaag, een graad of 16 dus. De wolken en de zon die wisselt elkaar wat af. Met het niet valt een buigie en de vlagerige wind die is er ook bij aanwezig. Dan kijken we nog even vooruit. De komende dagen blijft het weer een beetje wisselvallig. Zaterdag ronduit boezig met een bulte regen en wind. Zondag knapt het ietsje op en na het weekend honden we dat wisselvallige weer met een graad of 15. Tot morgen! Robert, dankjewel. Dit was Drenthe Nu. Blijf ons volgen via onze app en op rtvdrenthe.nl. Lees daar bijvoorbeeld dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen de straf die Halla E. kreeg voor het drogeren en doodslaan van ex-militair Marcel Hogerbrugge. Nog een fijne avond en graag tot morgen.